We zagen elkaar in de wandelgangen van het Paleis van Justitie. En toen waren we even aan het kletsen in de pauze. En toen vertelde je van... dat vond ik meteen interessant. Ik dacht, dat is misschien meteen een leuk beginpunt voor het gesprek. Je zei van, ja, Kirak of Stefan is ook al jarenlang een film over mij aan het maken. Of niet, of wel, of niet. En toen vertelde je eigenlijk hoe jij daarmee omging. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook een interessante perspectief op deze zaak weer. Van, ja, ik was toen eens benieuwd naar jou, naar die dynamiek en hoe jij dat ziet. Het grappige, want dat spiegelpaleis van Kirak, dat, ja, daar moet je je tot verhouden. En dat is, denk ik, zo, zeg maar, die manier van werken. Je moet je echt overgeven aan dat proces van onderzoeken. Er is nooit een script, er is nooit een plan. En dat is dat, like, it would defy the purpose, zeg maar. Van de hele. Ja, je maakt echt een soort van conceptueel kaartenhuis. Een nevel, moleculaire nevel waarin van alles moet gebeuren. En dat is het beginpunt. En zeg maar, wat Kate ook in de rechtszaal zei, dat de film is een beschouwing van het maakproces van de film. Dat is denk ik wel waar voor ja, steeds meer en meer voor alle Kirak films. En dat is natuurlijk meteen een soort van... Het is een verlies van controle. Snap je? Daarom werken die contracten ook niet. Want dan, bijvoorbeeld die schikkingen van oké, ja, dit shot wel, dit shot niet. Het is, niemand weet wat er allemaal gaat gebeuren. Dat hoort er gewoon bij. En je houdt natuurlijk vast, hè, van de epistemische wereld. is ook zo'n... Zo'n ding waar je aan vasthoudt en dat heeft veiligheid. Dat je weet wat waar is. En weet welke systemen er zijn en waar je in gelooft en waar je iets aan hebt. En hoe je moet denken over dingen. Dat er een zon opkomt morgen. Dat is, ja, daar gaan wij van uit en daar houden we ons aan vast. Dat is ons wereldbeeld. En in de films die Stefan maakt, worden gewoon, of ja, alle Kirak films, daar wordt gewoon gemoddeld aan conceptuele systemen die bestaan, alleen dat bestaan wordt dan ondermijnd en dan die ondermijning wordt weer ondermijnd. En, ja, dat is onregelend, dat is onveilig. En dat hele machtsspel, om dat dan weer op een interpersoonlijk vlak te koppelen. Ja, je hebt natuurlijk altijd een dynamiek tussen het subject en de regisseur, de kunstenaar en de muze, de documentairemaker en het onderwerp. Daar zit een machtsdynamiek, een machtsstrijd is dat. En dat werkt alleen maar als je daar je allebei, zeg maar, aan kan committeren. Maar als je dus na het filmen dan gaat afvragen van, oh, maar wat wordt er met mij gedaan, zeg maar, van... Dan werkt dat niet. Maar dat is het hele punt. Met Kirak films word je constant dus gedwongen om jezelf de vraag te stellen van waar houdt mijn integriteit op? Maar subject zijn in een Kirak film betekent gewoon dat je je over moet geven de ondermijning van wat jij denkt dat jij bent. Jouw identiteit, je wereldbeeld, of de dingen die je zegt wel hout snijden, of je wel integer bent. En als je daar dan tegen gaat vechten, dat is altijd een fout, denk ik. Dan zeg je eigenlijk van, ik vertrouw niet op mijn eigen moreel kompas. Je neemt een slachtofferrol in. Van, oh, hij doet mij dingen zeggen waar ik niet voor sta. En je vertrouwt niet dat dat tot iets moois komt waar je eigenlijk in gelooft. En die hele strijd, die,
die herken ik wel. Zeg maar dat, ik denk dat Sint-Lucas dat heeft gehad. Ik denk dat dat is wat, wat Wollebec nu beweegt tot dit bizarre machtsvertoon. Ik vind dat machtsvertoon. Maar dat is eigenlijk gewoon, ja, de kleren van de keizer, weet je wel. Wij zien nu hoe bang hij is dat hij niet, ja, dat hij doorzien wordt, zeg maar. Ik denk dat hij uiteindelijk heel graag Stefan wil vertrouwen. Dat zou je ook denken, zijn werkkennende, toch? Hij zou dit vet moeten vinden. Maar die, ja, die angst. En daar, ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dan krijg je een Sint-Lucas die opbelt, ik wil toch niet in de film. En dan krijg je... Ja, ik heb die fout dus... Nou ja, ook wel eens gemaakt jaren terug. Dat ik zei van, nee, ik wil het niet, Stefan, nee. En uiteindelijk heb ik gewoon een besluit genomen van... Ik vertrouw hem gewoon. Zelfs als er gewoon mensen waren die naar mij toe kwamen van... Ben je echt met Kirak een film aan het maken? Maar die lui zijn toch hartstikke... Maar ze laat je laat je gebruiken. Pas je wel op. Alle vrienden worden een soort van ouders. Ja, ja, maar ze hebben allemaal, zeg maar... Allemaal angsten. En er ondermijnen ze eigenlijk mijn autonomie en mijn beoordelingsvermogen. Want ik heb dus besloten dat ondanks mijn zorgen en twijfels die er soms zijn... dat ik gewoon vertrouw op het maakproces. En ja, dat ik me aan die gekte en dat ondermijningsproces en die strijd gewoon... dat ik me daar aan committeer. Dat is wat ik uiteindelijk heel diep van binnen geloof. En... Ja, dat vinden mensen denk ik ook heel moeilijk. Zeg maar die oudersrol. Ouders doen dat natuurlijk ook. Want die vinden het ook moeilijk om jou te erkennen... als iemand die gewoon zelf op zijn bek mag gaan. En zijn eigen beslissingen neemt. Maar het confronteert ze dus ook met hun eigen angst. Dat ze dat niet zou... Zij zouden dat niet doen. Snap je? Zij willen zich niet zo laten kennen misschien. Of dan vinden dat, hebben niet die moed die nodig is om je... Ja, in de kaarten te laten kijken. Je vertelde net dat je zelf ook ooit op dat boiling point hebt gezeten. Dat zit Lucas op punt, zou je mij even zeggen. En dat je toen daar anders over ging nadenken. Kun je concreter worden over dat moment? Kun je iets toelichten van waarover dat ging destijds? Of kun je dat nog herinneren? Ja. Als je niet over wil praten, hoeft niet. Het is moeilijk hoor, want er zijn gewoon meer de speldenprikmomenten geweest. En het is echt een soort van drudging proces geweest. Maar wat er meestal gebeurde was dat dan mijn ex of zo of die dan of bijvoorbeeld een eerste versie hadden gezien en dan zeiden van ja maar hij schildert je echt af, mensen gaan allemaal heel lelijk over je denken en zo en dan schrok ik heel erg en dan zei ik van oh maar ik dacht ik keek er zelf niet zo naar, maar dat ik dan dus niet meer in mijn eigen beoordelingsvermogen geloofde en dan zeg maar ja, die angst van de andere mensen eigenlijk overnam. Omdat ik niet, ja, mezelf niet vertrouwde daarin. Dus ik nam dat wantrouwen dan, dat copy-paste ik dan eigenlijk. En dat is natuurlijk gewoon te kwader trouw, toch? Dat, ja. En dat is, ik bedoel, ik had dat zelfinzicht en dat soort van ja, uitpluizen van zulke dingen in mijn hoofd. Dat had ik nooit doorgemaakt zonder Kirak. Er zijn maar weinig, ik bedoel, psychotherapie of zo. Dat wijs je niet met de neus op de harde feiten. Van, ja, dit is echt alsof je een personage in een roman, zeg maar, in een roman bent. Die dan door leven, zeg maar, gedwongen is om na te denken over filosofische, morele, religieuze dingen. Kun je één voorbeeld geven? Ik kan me er zelf van alles mee voorstellen, maar ik denk, het is relatable, ook voor een luisteraar, als je denkt, oh, over dat soort dingen gaat dit. Mm. Ik weet niet, kun je over iets concreet worden? Oké, nou, er was op een gegeven moment, in eind 2020, was er een eerste versie van de film. Die dus misschien nooit komt, misschien wel, we weten het niet. Het hangt een beetje af van wat er gebeurt ook in het leven, want we willen eigenlijk... een happy end aangeven. Alleen, ja, dat kan je niet voorspellen. En dus die eerste versie... die is toen aan mijn ex-man Menno heeft die gezien. En die werd helemaal
paranoïde daarvan. Die dacht echt van, mensen gaan dit zien. En die vond dat ik werd afgeschilderd als een leugenachtige psycho, zeg maar. En ik schrok heel erg. En toen heb ik samen met Stefan de film gekeken. Ik dacht, want dat was echt het moment. Ik dacht van, oké, je moet nu even echt even in je eigen voordeel denken. Maar ja, wat is de best course of action, zeg maar, als je mogelijk bedreigd wordt of mogelijk, zeg maar, misbruik van je wordt gemaakt, is meestal gewoon rustig afwachten en kijken. Dus dat deed ik. En ik heb toen die film met Stefan gezien en daarover gepraat. En ik zag wel dat er inderdaad dingen in zaten waar mensen misschien dan negatief over zouden zijn. Maar ik vond het zelf meevallen. Ik denk dat, ja, dus ik heb gewoon lelijke kanten. Je hebt nare kanten. Ik ben ook zelf soort van heel erg beïnvloedbaar in die performance-wereld, zeg maar. Die feit en fictie gebeurt gewoon met mij in de werkelijkheid. Als zodra die camera aangaat, ga ik gewoon ook gewoon controversiële dingen zeggen, bijvoorbeeld. Dat is gewoon de dynamiek die ik met Stefan heb. En dan, ja. Maar ik vond dat er een heel erg ambigu beeld werd geschetst. En ik dacht eigenlijk van, hé, maar dat vind ik wel heel fijn. Want het is, ik vind het gewoon heel, eigenlijk gewoon heel corrosief in mijn ziel, zeg maar. Dat er geen ruimte is voor ambiguïteit. Ik vind het wel fijn als mensen, ik wil eigenlijk alleen maar dat iedereen om mij heen gewoon mij ziet zoals ik kan zijn op het ene moment en op het andere moment. En als ze dat allebei, zeg maar, ja. En ik denk, we hebben allemaal hele lelijke kanten. Dus ik dacht, nou, misschien is dat wel goed. En misschien is dit ook wel een mooie manier om inderdaad, zoals ik Lucas al zei, erachter te komen wie je echte vrienden zijn. En toen heb ik besloten om mijn broer in het complot te betrekken. Die is heel erg Kirak-fan. Of die had toen net dat ontdekt en is al die films gaan kijken. En zo, hij is mijn grote broer, weet je wel. En hij kent mij door en door en hij weet wat voor monster ik kan zijn. En hij houdt ontzettend veel van mij. Dus wij hebben met z'n drietjes even die film zitten kijken, hij, Stefan en ik. En hij werd af en toe werd hij gewoon niet goed. En af en toe dan moest hij heel erg lachen. En aan het eind van, toen het klaar was, toen vroeg Stefan, nou, hoe kijk je hier dan naar? En toen zei hij van, ja, dat is toch mijn zusje? Dat is toch gewoon mijn zusje? Waar ik heel veel van hou. Ja, ik zie mijn zusje. En daar ben ik ook heel trots op. En toen dacht ik, oké. Dat was echt een turning point. Dat ik dacht van, oké, maar inderdaad, de mensen die ik in mijn leven wil, daar wil ik eigenlijk van dat ze mij geheel en al accepteren. En dat ze ook begrijpen hoe dit belangrijk voor mij is. Weet je, dat ontstaansproces, dat hele twijfelen, dat hele proces. Ja. Dat hoort er gewoon bij, dus ja. En het is interessant, als je zegt van, waarom kunnen we niet die natuurlijke, die ambiguïteit die alles heeft, als iets accepteren wat in alles zit? Yeah. Waarom moet er zo moeilijk gedaan worden over alle dingen? Mm-hmm. En daarin zeg je van, ja, je kunt de beste psycholoog van de wereld vinden en dan nog steeds niet, die is dan nog steeds niet in staat om je ogen op deze manier te laten openen, zoals ja, een goede filmmaker in dit geval dan mm-hmm. kan doen, door daar zo involved in te zijn. Ja. Als je met die blik dan kijkt naar wat er gebeurt, hè, met zo'n Weddeback of zo, Sid Lucas of andere gevallen, hoe kijk je daar dan naar? Of wat zie je eigenlijk als je naar gisteren kijkt? Nou ja, ik kan het niet laten om daar met enige empathie ook naar te kijken. Dus ik voel ergens met hem mee, met Michel mee, zoals ik ook gewoon sympathie had voor Sint Lucas, die gewoon in paniek raakt eigenlijk. Wat gebeurt er met mij? Maar aan de andere kant, denk ik dus ook van, ja, maar dit is precies die soort van eenzijdigheid waar je niet in moet trappen. Want wat ik ook zie, is dat er komt nu een soort van lelijke kant uit Weddeback, dat hij dus het zelf heel erg naar vindt. Dat hij dus dat hij zijn eigen consent voor die seksuele handelingen intrekt. Omdat hij de voorwaarden niet goed
Weet je wel, dat hij achteraf niet eens is geweest met de voorwaarden. Dus het verkrachtingsargument is dat. Weet je, als ik dit had geweten, dan had ik niet met je naar bed willen gaan. Maar de andere partijen, Isa en Ginny, die hebben dus met hem naar bed gegaan onder de voorwaarde dat er een film over zou komen. Dus die hebben net zoveel recht op dat verkrachtingsargument. En dat mis ik heel erg in de manier waarop het behandeld werd in de rechtszaak. En de advocaat van Steven probeerde daar wel een beetje naartoe te gaan. Maar het is natuurlijk heel snel, wordt het je verweten, denk ik, door zo'n hof. want het is een moreel argument en niet een wettelijk argument, weet je wel. Als je dit wettelijk gaat behandelen, dan zou je een aangifte, bla 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 bla. Dus het verkrachtingsargument gaat niet op in een civiele zaak. Maar de advocaat van Ole Beck beroept zich daar wel op. En dat, ach. Dus ik vind dat je daar gewoon dan niet in mee mag gaan. En dat je dan kan zien dat dus zo'n mannetje, zo'n oude, maar rijke man van tegen de 70, die ontzettend veel kapitaal heeft, zeg maar, intellectueel kapitaal, maar in bekendheid, weet je wel. Hij kan een eiland kopen als hij wil, weet je wel, snap je? Dat hij dan dat die dan zich beroept op de underdog, zeg maar, de, oh, ik ben gebruikt. Oh, hoe zie je dat, zeg maar, dat die eigenlijk dat dus die lafheid verkiest boven existentiële volwassenheid. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel goed. Dit is inderdaad, dit laagje was me eigenlijk, nou, niet ontgaan, maar wat me wel ontgaan was hoe fundamenteel dit is. En wat ik ook nog een heel erg zwakte bot vind, is dat hij zich dus beroept op, nee, maar ik was dronken, ik was niet helder, ik was depressief. En toen heb ik dingen gedaan en nu schaam ik mij diep. Dat ik echt denk van, nou, als heel de wereld, dus elke keer dat ze een kater hebben en denken, wat heb ik nou gedaan? En zich schamen, dan een rechtszaak aangespannen en dan naar het Paleis van Justitie brengen. Dan is het toch... Ja. Je gebruikt eigenlijk die instituties voor je eigen kater. Exact. Ja. Ja, hij probeert het, zeg maar, zijn eigen schaamte op te lossen bij het Hoge Rechtshof straks nog, weet je wel, de bodemprocedure. Dat ik, man, schaam je gewoon. En het mooiste zou zijn als hij inderdaad, zeg maar, als dat een ding wordt, dat, weet je wel, van dat er voor de camera met hem gewoon gepraat wordt over die schaamte. En dat er, ik bedoel, dat is denk ik het meest krachtige wat er is. Ja. En zijn boeken gaan daar ook over. Ja, dat is het maffe. Dat natuurlijk komt dat de hele tijd naar boven. Maar ja, het is zo maf dat volgens mij bijna iedereen die hier betrokken is, ergens ook lezer is van Welleback. Of zelfs ronduit fan van Welleback. Of liefhebber. Of hartstochtelijke pleitbezorger van zijn literatuur. En dat is de gestoordheid van de situatie. Dat je eigenlijk je zou het hem gunnen dat hij dit allemaal begrijpt en dan ziet. En dat hij ook gisteren gewoon bij zit en een biertje komt drinken. Hoofdschuddend desnoods. Maar in ieder geval menselijk of zo. Die ambiguïteit omarmend, zeg maar. Toch? Ja. Nou, toen dit net gebeurde, zeg maar, met kerst. Toen zei ik tegen Stefan van, ja, eigenlijk zien wij gewoon nu een godenschemering, weet je wel. De Gotterdammerung van, zeg maar, iemand die we idealiseren, met wie we het eens zijn, waarvan we hebben gedacht dat hij dus al die volwassenheid van de geest en de omarming van de ambiguïteit van de menselijke ziel, dat allemaal opschrijft, neerpent. En dat we nu zien dat hij eigenlijk zelf maar gewoon een klein zielig mannetje is, dat op zijn pik getrapt is en niet eens gewoon man genoeg is om met zijn katerschaamte te dealen. Ja, we hebben altijd in die grot gezeten. We hebben die gewelven gloed en die pracht en dat schaduwspel gezien. En nu zien we dat het gewoon een klein jongetje is. En dat vuurtje staat gewoon laag. Ja. Zo die projectie hoog wordt of zo. Ja, dat is wat je bedoelt, toch? Ja, ik had niet gedacht dat we bij Plato uit zouden komen. Maar het is echt grappig, omdat we bekijken het nu eigenlijk door de ogen van, inderdaad, alsof onze hele generatie en iedereen die nu betrokken is hierbij,
eigenlijk gewoon zo hem als een soort van godvader van die ambiguïteit zien. Ja. En nu denken van, ja, maar shit, hij is... Wij hebben hem zelf geschapen. Hij is gewoon, een beetje gaan spelen en ja. Er is toevallig vuurwerk uitgekomen wat aanspreekt of zo. Ik ben bang dat dat echt het geval is. Ik wil heel graag natuurlijk geloven dat dit allemaal een samenspel is. En dat hij eigenlijk gewoon een nieuwe wereld aan het scheppen is. En dat we live in een boek van Noelle Beck zitten. En dat het allemaal geniaal is. Maar ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Ik denk dat dit... Ik weet niet of je dat herkent, maar het is misschien een beetje besides the point. Maar ik heb dus nu heel veel bands die ik in de jaren 80 en 90 volgde. Gewoon als tiener, twintiger. Hey, ik weet dat jij ook echt een muziekliefhebber bent. En we zijn nu allemaal die coronapandemie gegaan. En in één keer vind ik ze allemaal tegenvallen. Of ik vind dat het in één keer bij heel veel bands merk ik dat ik een beetje begin te... Dat ik denk van, hè? Is dit wat jij vindt? Of hoe jij denkt? Of is dit jouw muziek nu ineens of zo? Ja, ik heb misschien een voorbeeld van die zanger van Blur, Damon Albarn, die heeft ook de Gorillaz. Mm. En die hebben dan een nieuwe plaat en dat heet dan Cracker Island. En dan zit hij uit te leggen in dat magazine van Engeland. Dat heb ik bedacht, want dat is dus alle wappies en gekken op één eiland. Wat, en dan zie je dat hij eigenlijk een soort van... Dan denk je ook van, hé, maar jij was toch altijd... Voor mij diegene van Blur, die zo open-minded was of zo. En, maar je categoriseert nu de andersdenkenden. En in jouw fantasieproject stop je ze op het eiland. Er is daadwerkelijk iets gaande met al die grootheden. Joni Mitchell ook. Die dan probeerde om Joe Rogan te cancelen, ja, toch? Ja, ja. Dat is de godin van de hippies, weet je wel. Ja, ik moest dus net het, al... Dus voor... het klopt een beetje, bedoel ik eigenlijk, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Via een het is nu aan ons... Denk ik, om de goden te scheppen. Wij moeten het gewoon zijn. Ja, ik moest de hele tijd denken. Voordat je over jaren 80 muziek begon, moest ik heel erg denken aan. Whatever happened to all of the heroes, all the Shakespeare's, they watched their Rome burn. Het is hier gaande, weet je. Van, we gaan eigenlijk, dus wij meten ons, Kirak meet zich aan zijn held. Ja. Yeah. En de held verliest. Die laat zich kennen. En dan zitten wij te kijken naar onze helden die Rome laten branden, weet je wel, in Rome. Ik denk dat het echt is. En ik vind het eigenlijk heel mooi. Dit is mijn novelistiek, zeg maar. Mijn romantische beeld ervan. Maar ik denk dat ik het niet mis zal hebben. Ik vind het echt, zeg maar... Ja, dit is hoe ik het zie in mijn hoofd. En zo waardeer ik het, zeg maar. Dit is mijn waarheid van het verhaal. Maar ik put daar heel veel pret uit. Ik vind het leuk, eigenlijk. Het is goed dat het zo gaat het goed. En ik ben natuurlijk geneigd om heel boos te zijn. Dus ik zei net machtsvertoon. Ja, weet je wel. Michel kan gewoon tot in het oneindige... Met miljoenen, gewoon elke keer dat Stefan iets doet, gewoon er een stokje voor steken. En dat is gewoon machtsmisbruik, weet je wel. Dat kan alleen maar omdat hij geld heeft. En ik kan dat niet. Ik kan niet elke keer dat iemand iets doet wat ik niet zo leuk vindt. Of zelfs Stefan. Ja, precies. Precies. Ja, dat kan ik niet. Ik ben, ja, dat gaat niet. Ik ben dan afhankelijk van een prodeo-advocaat of zo, of weet je wel. Je moet er een sociale beweging van maken. Of de politie, de officier van justitie, die dan vindt... Oké, ik ga hier iets mee doen van de bureaucratie. Dus het is gewoon echt ook heel oneerlijk, net met dat verkrachtingsargument. Want als je dat inderdaad zo bekijkt... Ik ben ook gewoon heel boos on behalf of, zeg maar, Isa en Ginny. Ik vind dat echt schandalig... En die film moet er komen. Dus weet je, ik ben wel echt aan het routen gewoon. Ik ben Kamp Kirak. Maar ik vind het ook ergens prachtig. Ja. Ja, het is gewoon zo moet het zijn. This is the way. Ja. En als je het zo beziet, dan maakt het eigenlijk... in de symbolische orde niet uit wie de zaak wint. Want in beide gevallen levert het... filosofisch gezien deze verdiepingsslag... of dit inzicht op bij ons als aanschouwers van dit
schouwspel, hè? Dus, maar aan de andere kant, ik kan wel zeggen van... Wie de rechtszaak wint. Ja, ja, op intermenselijk niveau maakt het wel uit. Omdat je dus, wat je zegt, van, dan gaat het eigenlijk om ethiek. Ik vind filosofisch ook, maakt het niet uit en ethisch maakt het wel uit. Ik vind ook dat die film er moet komen, no matter what. Maar die film komt er sowieso. Dat is het hele ding. Want ja, al gaat die film over de rechtszaak. Alleen, nu wordt het toch een principe kwestie van, ja... Maar mogen de saillante beelden erin of niet? En dat gaat uiteindelijk... Ja, dat kun je natuurlijk schikken. Nee, ik vind die saillante beelden niet boeiend. Weet je wel? Nee, maar volgens mij vindt niemand het boeiend. Behalve Welbeck zelf. Ja, ja, dat is de ironie. Dat is de top-ironie, ja. Dus dat maakt ook niet uit. Het is inderdaad gewoon echt een principe kwestie van... Hij zou niet moeten mogen eisen dat die beelden er niet inkomen. Het is een MacGuffin van Hitchcock eigenlijk. Ja, het maakt niet uit wat er in het koffertje zit. Als er maar iedereen achteraan rent. Nu zitten in het koffertje zitten de saillante beelden van Welbeck. En iedereen rent achter dat koffertje aan. Dus zodra we die beelden zien, denk iedereen van... Oh, is dit het? Je hebt geloof dat een Russische formalist. Ik weet even niet. Maar die had dan alle verhaallijnen van alle sprookjes en legendes en zo. Had hij onderzocht. En daar kwamen dan, geloof 16... plot twist, zeg maar, de stappen, plannen van... En zo zit elk verhaal in elkaar, zeg maar. Ja, klopt, ja. En ik heb hier echt het gevoel dat er ook heel veel tegelijk... Mensen rennen naar het koffertje. Het is, zeg maar, ja... Er gebeurt van alles tegelijkertijd. Ja. Maar het is ook een beetje heel simpel. De slang die zijn eigen staart bijt. Dat is er ook één. Ja. Ja. Ik vind hier dat Drosten-effect is heel mooi. Eigenlijk wat jij net zei van... Dat is volgens mij voor mij, dat was je net aan het vertellen. En toen, dat voelde ik echt heel diep. Ja, dat wij met z'n allen, bijna als generatie, allemaal vanuit die bewondering voor Welbeck, in één keer dit gespartel zien of zo. Die complete ontmanteling van iets wat je eigenlijk bewondert. Dat zit natuurlijk ook in de... Ik bedoel, het feit dat Stefan Welbeck benadert bij herhaling over een periode van jaren. Dat is een en al bewondering. En dat die ontmanteling, wat dat zegt over deze tijd. Over waar we nu in zitten. Dat is zo bizar. Ja, ik vond het heel mooi in dat Vice-artikel. Dat Stefan dan eigenlijk de gesprekken die ik met hem ook heb gehad toen aanhaalt. Van dat hij vertelt dat... Dat het eigenlijk zijn eigen vader trauma is. Dat weet je wel, hij wil zijn vaderfiguur pleasen. Daar hebben we toen echt over gehad. En ik zag toen ook gewoon echt zijn diepe, diepe teleurstelling en ellende. Van hij kon er echt niet mee leven. Dat Welbeck dus niet met hem iets moois wilde maken. En toen zei ik van ja, maar kijk, je moet het klassiek zien. Jij wordt nu, zeg maar, hij heeft een pact gesloten met de duivel. Hij heeft jou tot zijn Mephisto gemaakt en nu wil hij er onderuit. Maar dat kan niet, want het is een pact met de duivel. Dus jij hebt nu gewoon geen keus dan hem, zeg maar, zijn straf toe te dienen. Die hij over zichzelf heeft uitgeroepen door jou, zeg maar, tot het duivelfiguur te maken. Hij dwingt jou tot vadermoord, terwijl je dat niet wil. Maar het is niet, ja, het is trouwens schitterend geduid. Los daarvan, er zit nog een andere allegorische laag in. Namelijk van de meesterproef. Dus ergens is het natuurlijk dat je de vader moet vermoorden. Maar je kunt ook zeggen, nee, een kunstenaar moet zijn meester verslaan. En dat is de meesterproef. En dat zie ik altijd als volgt. Dus je doet die meesterproef, je steekt hem neer. En dan zie ik in mijn verbeelding zo, poef, dat uiteenvliegen in 500 prachtige vogels. En dan zie ik hem weer zo materialiseren. En dan zo'n soort van gong van Japan. En dan zo... Pong, zo van, je hebt hem gehaald. Je bent geslaagd voor de proef. En dat moment kan ook komen. Dat Welbeck eigenlijk... Dat Stefan Welbeck verslaat. En dat daarna die gong luidt. En dat Welbeck weer verschijnt. Zo van, nou, je hebt me verslagen. En je bent geslaagd voor de proef. Ja. Ja, we zien nu. Eigenlijk is het een... Ik denk dat Welbeck zo arrogant is dat hij dus denkt, oké, ik kan Aragne uitnodigen voor een spin-off. Dat ze allebei hun kleed gaan weven. En dat, ik bedoel, Welbeck houdt er geen rekening mee dat het kleed van Kirak misschien mooier en beter is dan het kleed van hemzelf. En ja, ik bedoel,
arachne is in de spin veranderd daardoor. Maar ja, die krachten heeft Orbeck natuurlijk niet. Dus ja, dan is het dus uiteindelijk de meesterproef. En dan gaat hij gewoon ten onder. Nou, ik moet dus aan die meesterproef denken. Jij moet aan Faust denken. Of aan het Faustiaanse contract met de duivel. Mm-hmm. En wat maakt dat je toch denkt, of dat jij toch als eerst daar moet denken. Dat je denkt van, dit is een duivelspact. Waarom duid je dat op die manier? Omdat Orbeck dus van Stefan wilde dat hij gewoon allemaal mooie meisjes voor hem ging regelen, weet je wel. Die wilde gewoon zijn lusten bevredigen. En daar heeft hij Stefan voor zijn karretje willen spannen. En op het moment dat hij dus besefte dat hem dat kwetsbaar heeft gemaakt, zeg maar. Dat hij dus met het Stefan voor zijn karretje willen spannen, eigenlijk door Stefan voor zijn eigen karretje. Je voor wat hoort wat. Toen schrok hij heel erg, denk ik. En toen dacht hij, oh nee, maar nu heb ik niet meer de controle. Dit wil ik niet. Ik wilde gewoon alleen maar het resultaat, het wereldlijke plezier. En ik wil helemaal niet nu een soort van metafysische ding doen. Ik wil niet onderdeel worden van een ander zijn kunstwerk. Alleen, ja, ik denk dat hij ook wel gewoon besefte van, ja, dit is gewoon mijn eigen schuld. Ik had het gewoon niet moeten doen. Het was hoogmoed. Dat is mooi. De val is dichtgeklapt. Ja. Ik moet nu, terwijl je dit zegt, moet ik denken, ik had vanmorgen, moest ik nog voor de opnamedag vandaag een harde schijf kopen. En ik stap naar buiten en ik heb de verkeerde sleutelbos in mijn handen. En ik zie letterlijk die deur dichtklappen. En Lara is bij Kate met de baby's. En ik bel haar en ze zegt, ik heb ook geen sleutels bij me. En de enige reservebos heeft haar moeder en die zit in Italië. En we zitten zo van, ik denk ervan, ik heb deze opnamedag, al mijn spullen liggen binnen. Ik sta in één keer buiten en het is dichtgeklapt. Yeah. Dat gevoel, dat is... Ik ben blij dat ik toch nog voor iets kan gebruiken, maar ik voel me echt verneut vanmorgen. Ik heb het wel opgelost, maar dat gevoel van, oh, de deur is dichtgeklapt. En dat is echt onverbiddelijk. Dan in één keer zie je dat als je een sleutel hebt, dan heb je je hele leven. Maar als de deur dichtgeklapt, dan is er ook het is meteen ook heel, niks. Als het je eigen deur is, het is ook een van mijn angsten, hoor. Van mezelf buiten sloten, want er is geen weg terug. Het is inderdaad dat hele definitieve moment. En dan is het gedaan. Ja. Ja. En dat is niet intussen. Dat is dus het mooie. De ambiguïteit ontstaat juist doordat die absolute dingen absoluut zijn. Ja. Het begint met leven en de dood. En, zijn maar weinig beslissingen of fouten in het leven die zo definitief zijn. Ja. Terwijl ik eigenlijk denk, voor Orbeck, hij denkt nu, oké, ik heb al mijn integriteit uit handen gegeven. En deze man kan nu met het beeldmateriaal van mij doen wat hij wil. En de deur is dichtgevallen. Terwijl, zo definitief is het niet. Zo kan, hij kan nog besluiten van, oké, ik ga hier mee in zee. Ik ga meedoen aan de film. En dan zorg ik dat er zoveel tegenwicht, zeg maar, aankomt. Of dat hij probeert de controle terug te winnen, weet je wel. Het verhaal probeert te veranderen. Meewerken, collaboreren. Dat kan nog, weet je. Maar dat is wel zijn enige optie. Dus het is niet zo definitief, maar het is heel grappig dat hij dat dus wel zo ervaart. En daarom moet ik aan Faust denken. Ja, en daarom zeg jij eigenlijk ook met jouw ervaring van, ja, ik heb op het punt ook gestaan, en trust me, je kunt dat maar beter doen, want het mooie ook daaraan is dat goede kunst, en zeker op deze manier daar dus creërend onderdeel van zijn, werkt beter dan een gemiddelde psycholoog. Ik denk ook dat bijvoorbeeld Sint Lucasse is er volgens mij alleen maar beter van geworden, uiteindelijk. Hij moest door zijn hel, maar ik bedoel, de gemiddelde Volkskrantlezer
heeft nu veel meer sympathie voor het figuur Sint Lucassen dan hij ooit had kunnen hebben, snap je? Ja, dat is absoluut. Dat is ook een van de eerste dingen die ik zei toen ik die film zag. Dat ik hem heel likable en heel sympathiek en aardig vind. En heel leuk. En, complexer dan hij eerder was, denk ik. Ik vind het eigenlijk een plezier om naar hem te kijken in die film. Ik ben nu ook benieuwd wat hij nog meer gaat doen, weet je wel. Ja, ik kijk met plezier uit naar zijn stukjes. Want ik denk, zijn take op dingen is opeens veel interessanter en relevanter geworden. En ik denk dat hij dat langzamer zeker ook zelf zo begint te voelen. En hij heeft er een kleur bijgekregen. Ja. Zoals in die Pixar film, die bolletjes, die kleurvermenging of zo. Ja, het is een rijker personage geworden met een meer... En alsof zijn ogen meer openstaan door sterke koffie hij heeft, of zo. Hij heeft ook ergens meer agentschap gekregen over zijn eigen makerschap. Op deze manier. Maar, misschien wil ik tot slot nog even vragen van... hoe denk je dat dit af gaat lopen? Ik denk dat... die film moet gewoon naar komen. Er komt straks een film die gaat in première. Ik denk niet dat er een schikking komt. Ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Dan ga je eindeloos bakkeleien. Dus er moet gewoon nu een film komen. Met inachtneming van het contract wat er is. En ik denk dat het vonnis zal dus... hij heeft eigenlijk geen keuze dan Kirak gelijk te geven. Dat denk ik. Denk ik echt. Ik denk dat het een zwakke case was van Odebeck. En ze vonden het ook echt niet leuk dat hij dus niet is gaan onderhandelen. Zeg maar niet... Ja, hij heeft zijn gezicht niet laten zien. En ze verweten hem echt zijn vaagheid erover. Zeg maar, dat het niet duidelijk was wat hij nou eigenlijk echt gewoon praktisch wil. Dat pleit niet voor hem. Dus ik denk dat het vonnis gaat in het voordeel van Kirak uitspreken. En dan komt die film. En dan zal natuurlijk Michel uiteindelijk gewoon op zijn knieën moeten. Hij kan eindeloos doorprocederen. En allemaal en ook aangifte doen. En weet ik het wat. Maar dit wordt uiteindelijk toch ook een trial by media. Zodra die film er is. En misschien ontdooit hij dan ook wel als hij hem ziet. En als hij ziet hoe mensen erover schrijven. En eindigt hij als Sint Lucassen. Ja, ook hij komt heel goed over op de beelden die ik dan heb gezien gisteren in de rechtszaal. Hij krijgt meteen weer mijn volledige sympathie. Ik vind hem er helemaal niet slecht op staan. Dat is de grap ervan. Ik wil hem ook gewoon heel graag begrijpen. En ik denk dat ik dat echt niet alleen in ben. Nee. Wij willen hem begrijpen met al zijn rare ziekelijke dingetjes en menselijkheid. En Holbeck, laat ons jou zien.